Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plons, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spetter, pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Spetter, pater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Bij ons blijven, hoor. Straks halen die regenwolken daar ons nog in. Weet je zeker dat we er vanavond zijn? Hopelijk wel. Ik hoop wel dat het huis van op de foto er nog steeds staat. Geen zorgen. Het staat er. Dat weet ik zeker. Alfred! Niet zo treuzelen, hoor. Moe? Moe? Het gaat wel, hoor, Anna van der Polder. We zijn nog maar net vertrokken. Waarom rusten we niet even uit, Johan? Goed, laat mij die foto nog eens zien, Henk. Een echte kolenmijn, zeg. Het lijkt me wel een heel rustig plekje. Reken maar. Een enorme herrie. We kunnen nooit meer terug om daar te wonen. Geldwolven zijn het, schurken. Ik zal het hun nooit vergeven. Mijn hele leven niet, herrieschoppers. Kwaad worden heeft nu echt geen zin meer, Johan. Laten we maar gauw verder gaan. Straks begint het nog te regenen. Hé, hey, dat is Alfred, toch? Hé, hey Henk, de foto. Wacht, Alfred. Kom terug. O, mijn beloofde landje. Zo, zullen we dan maar weer, jongens? Ja! Yeah! Pom, 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 pom. Ja, ze doen het allemaal voor het geld. Wat? Oh, niks. Ik dacht even hardop. Het is maar wat, hè? We hebben het de eerste dag al mooi voor elkaar. Fantastisch. Erop af. Tijd is geld. Een goed muziek hebben we wel verdiend. Donkere regenwolken komen wel heel snel dichterbij. We moeten nog één weg over. Nog één? Het wordt al donker, kijk maar goed uit.
Moeten we nog heel ver, Henk? Want het is eendjes bedtijd, hoor. Ik denk het niet, Johan. Kop op, allemaal. Wij zijn er bijna. Pardon. Het is losgebarsten. Oh, Johan, daar gaat hij weer. Oh, ik haal hem wel. Hé, Alfred. Hé. Het is niet ver meer. Nog even volhouden. Zoek eens een vrolijker deuntje. Nee, iets spannends. Nee, Alfred, je moet bij ons blijven, anders verdwaal je. Huh? Oh. Waar is papa? Oh. Waar is mama? Alfred. Alfred. Oh? Kom gauw, het eten is klaar. Ik heb helemaal geen honger. Maar het is je lievelingshapje. Ik begrijp hoe je je voelt, Alfred. Maar je moet eten, echt. Anders word je ziek en moet je in bed blijven. En daar is helemaal niemand blij mee. Je vader en moeder ook niet. Kom op, jongen, we gaan eten. Ik zal je wat vertellen, Alfred. Ik maak van jou een grote eend en dat doe ik voor je ouders. Ja, eigenlijk ben ik nu je papa en mama tegelijk. Henk. Maar één ding kan ik je niet leren, Alfred. En dat is zwemmen. Ik ben een beetje bang voor water. Alfred. Hey, Alfred. Nog even. Het is inderdaad nog een beetje te vroeg. Oké, nog even dan. Oh, mijn hoofd. Ha, Olly. Kom binnen, ik ben zo klaar. Wat neem jij mee, Olly?
Bedoel je voor Alfreds verjaardag? Ja, wat anders. Dat is geheim. Maar je kan het mij toch wel vertellen? Waarom? Het is vandaag Alfreds verjaardag en niet de jouwe. Dit krijgt hij van mij. Een zilveren lepel, prachtig. Hij is nog mooier dan prachtig. Je fonkelt 1000 keer meer dan de zon. Dankjewel, Picky. Je ziet er zelf ook mooi uit. Hé, wat? Oh, ik had het niet tegen jou, Ollie. Ik praat het tegen mezelf. Henk, Henk. Leuk dat jullie er zijn. Gefeliciteerd, Alfred. Alfred is jarig, wij zijn heus blij. Alfred is nu één, een lammerij. Hieperdepiep, 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 hoera. Hieperdepiep, 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 hoera. Limonade, appelsap, waterkoos en vla. Zeven chocoladelepen van de tralala. Hieperdepiep, 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 hoera. Pieperdepiep, 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 hoera! Ja! 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 Hoi! Hoi, Picky. Vind je ook niet dat ik schitter als een prachtige ster? 1000 sterren! Als je me wil hebben, dan mag je me wel pakken. Kom op, pak me dan. Ik ben nu van jou. Ja. Wat doe je nou, Picky? Je doet me pijn. Jij wou die sleutel pakken, weet je dat niet meer? Oh ja, ik weet het weer. Maar dat sleuteltje zei me dat ik het mocht pakken. Huh? Dat kan niet. Echt waar, die sleutel zei dat. Geloof me nou, het is echt, echt waar. Nou, misschien komt het wel omdat je een ekster bent, Picky. Omdat ik een ekster ben? Ja, eksters zijn geïnteresseerd in alles wat glimt en schittert. Dat is heel natuurlijk. Weet je dat zeker, Henk? Heel zeker. Oh, daar is de bus. Mijn cadeau is aangekomen. Ah! Nog meer cadeaus! Wij komen eraan! Is de bus een cadeau? Kom op allemaal! We gaan een ritje maken om Alfreds verjaardag te vieren. Wij gaan naar het kasteel van de koning. Ja! En hoe ziet de koning eruit? Ze zeggen dat hij aardig is. We krijgen hem toch wel te zien? Ik ben bang van niet, jongens. Waarom niet? Op woensdag komen er altijd veel toeristen naar het kasteel toe en ik heb gehoord dat de koning dan gaat jagen. Waar gaat hij dan jagen? In een groot bos van de koninklijke familie. Ze zeggen dat de koning altijd raak schiet. Zo, wat een prachtig schot.
Waarom schiet u niet, jonkheer Das? Ik schiet niet op verkeersborden. Verkeersborden? Dat was een elegant hecht. Mijn verbeelding is niet zo rijk als die van uw majesteit. O, arme jonkheer. Huh? Wat is er, majesteit? Dat is een mannelijk hecht. Hij roept natuurlijk een vrouwtje. Nee, majesteit, dat is gewoon een bus die toeristen naar het kasteel brengt. Het is een bonstig hecht. Het komt dichterbij. Erop af. Sneller. 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 Au. Majesteit. Ach, wat jammer. Nu heb ik mijn prachtige hert gemist. En dit is Otto de Derde. In de strijd tegen Joris de Woeste in 1198. Op de achtergrond ziet u het groot kasteel van Otterdom geschilderd. Volgt u me? Dan bevindt zich hier het standbeeld van Richard de Eerste. Zoals u allemaal al zult weten, de dapperste ridder van de middeleeuwen. Ik zal u nu voorgaan naar de keuken van de koning. Huh? Volgt u me? Alfred, kom mee. Volgt u me? Oh, het is alleen maar een pop. Deze trap leidt naar de kelder. Pas op waar u loopt. Kijkt u allemaal eens naar beneden? Iets dergelijks heeft u misschien nooit eerder gezien. Maar u weet vast wel wat het is, ja. Een guillotine die het nog doet ook. En dit is de schatkamer. We overdrijven niet als we zeggen dat alle macht en rijkdom van Richard III hier verzameld is. U kunt even naar binnen om een kijkje te nemen. Sesam, open u. Kijkt u eens, wat dacht u hiervan? Men zou dit de grootste collectie van de eeuw kunnen noemen. Deze juwelen zijn uit de tijd van de kruisvaarders, dus begin 14e eeuw. Maar het meest waardevolle van allemaal is dat kroonjuweel daar. Dat is de duurste edelsteen op deze planeet. Hij wordt onder het werkelijk constant waakzame oog van deze twee geblinddoekte wachters bewaakt. U kunt de robijn beter niet aanraken. Iedereen die dat toch doet, wordt door de koning zelf zwaar gestraft. Volgt u me? Goed zo, ga zo door. U kunt beneden in onze winkel een brochure kopen met allerlei verhalen over deze edelsteen. Er zijn trouwens nog andere souvenirs. Dit is de badkuip die de koning alleen gebruikt als hij een limonadebad neemt. In de limonadebaden is een oud gebruik van de koninklijke familie dat teruggaat tot de tijd van de regering van Hans Obal II, die het in zijn rug had. Pik!
Volgt u me? Wat erg! Wat verschrikkelijk! Het kroonjuweel is gestolen! Oh, het kroonjuweel is weg! Hé, de Romein is gestolen, het kroonjuweel is weg! Gestolen? Sluit de poort! De Romein is gestolen! Oh nee, hierheen! Dit is een crisissituatie, heren. Haal de ophaalbrug op en laat vooral niemand uit het kasteel. Wat is er aan de hand? Pikkie! Hey, Pikkie! Deze is van mij! Hier is die! Jongens, kom hier! De dief is hier en de Robijn ook! Wat is er gebeurd? Kalm aan, dief. Jij krijgt vast een hele erge straf. Soms is hij ongelukkig, ontzettend ongelukkig.